gezegd, dit is iets wat de hele Nederlandse bevolking zich zou moeten aantrekken. Ja. En het zou niet zo moeten zijn dat alleen krakers spandoeken hebben. Alsof wij er niet mede verantwoordelijk zijn. Vandaar dat wij juist als oudere groep, want wij hebben een senioren woongroep, ik zeg al bejaarden, maar goed, er zijn ook mag jongeren niet, bij, dat mag ik niet zeggen. Nee. Dus een senioren woongroep, die heeft dat besloten. Juist om te laten zien dat het niet iets is van de krakers alleen. Want dan komt het meteen in het hoekje van, oh, dat zijn de krakers, weet je wel. Dan maken mensen zich er makkelijk van af. Ja, en, waarom? Kun je uitleggen waarom? Nou, ze vond het natuurlijk een onrechtvaardige zaak, die kwestie van die opsluiting van die mensen op Schiphol. Ja. En daar was ik het dus volkomen mee eens. En alhoewel ik niet lid van die groep ben, heb ik daar gewoon meegedaan. Het is natuurlijk een godsschandaal dat zoiets in Nederland mogelijk is. Er moet goed gekeken worden, zijn het echte vluchtelingen? Of zijn het geen echte vluchtelingen? Maar als ze geen echte vluchtelingen zijn, dus net als de bolletjeslikkers, dan behoor je ze fatsoenlijk te behandelen. Want dan komen we terug op die, hoort dat, dus allerlei rapporten zijn er alsmaar geweest. En justitie heeft iedere keer gedonder gehad met Haarlemmermeer over het feit dat het niet deugde. En ze hebben het alsmaar op een koopje willen doen. En dan heb je weer de economische kant ervan. Het moest goedkoop. En bolletjeslikkers, dat zijn dus eigenlijk niet. Het is net zoiets van, het zijn niet helemaal mensen. Zoiets als Zuid-Afrikanen een tijdje hebben willen beweren, dat negers. Die waren toch iets minder dan gewone mensen. En hoe is het? Dus de regering, en niet alleen Verdonk, heeft de wetten die Cohen gemaakt heeft over de vluchtelingen, voert ze uit, alleen ze voert ze heel strak uit. Nou, ik denk dat mevrouw Verdonk, kijk, dat heeft zij natuurlijk ook weer niet zelf gedaan. Dat zijn haar ambtenaren. Maar er is wel een tendens binnen die club, kennelijk van, nou, het is niet zo belangrijk. Het zijn maar mensen uit de Congo. En het is trouwens niet de Congo alleen. Het waren hoeveel landen bij elkaar? Dat is geloof ik 105 gevallen dat gebeurd is. Dus mevrouw Verdonk had ook moeten roepen. Dat is zonder meer. Iets wat fout is als je het niet goed voorgelegd hebt, het parlement, dan moet je opstappen. Mijn ervaring is, over het algemeen, als je iets begint, krijg je niet vaak een direct resultaat. Maar de effecten van zulke soort dingen komen altijd tot uiting op langere termijn. En het is natuurlijk, het bijzondere is natuurlijk omdat men het niet verwacht van oudere mensen. Oudere mensen over het algemeen die zijn gepensioneerd en die geloven het verder allemaal wel. Nou, ik niet, ik geloof het niet en Josje ook niet. We zullen het tot onze doodkist blijven volhouden, dit soort dingen. Is dat niet gewoon door onze achtergrond? Door onze achtergrond? Ja, dat wat ik net zei. Kijk, de achtergrond die natuurlijk bij vele oudere mensen rolt, is de Tweede Wereldoorlog. Dat is een thema wat, laat ik zeggen, ik bedoel, zelf ben ik een van de oprichters van het Verzetsmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld. Er zitten, ik moet niet overdrijven, wat met de Tweede Wereldoorlog gebeurt, is onvergelijkelijk natuurlijk. Maar de tendensen daarvan, het opzetten van de ene groep tegen de andere. Als je alle stukken die er verschijnen in de dagbladen, het woord Marokkaanse jongeren of Turkse jongeren zou vervangen door Joodse jongeren of katholieke jongeren, dan zou je niet weten wat je leest. En dat heeft het karakter voor mij van een ophitsing. Een ophitsing die meerdere doelen heeft, maar in Nederland zeker het doel heeft om een enorme aandacht te leiden, af te leiden van een heleboel andere dingen die in ons land gebeuren. De armoede die toeneemt, de afbraak van allerlei voorzieningen, de slechte toestand in de woningbouw. Er zijn allerlei problemen die nauwelijks aandacht hebben. Alles wordt gericht op buitenlanders. Alles wat hij net ook zei, wat binnen in huis is, wat jij daar niet mee kan doen, dat moet je dus naar buiten brengen. Dus het is een ander die het gedaan heeft. The good guys and the bad guys. Vroeger heeft dat bijvoorbeeld gespeeld bij de Koude Oorlog.
Ik herinner me dat nog heel goed, de Duitse muur viel en wat er allemaal gebeurde. Toen hoorde ik de baas van de NATO, dat is die Belg. Die is toen afgezet. Die zei toen, het communisme was onze vijand, maar nu is onze vijand de moslim. Dat is toen al gezegd, 89. Nu zijn we dus 2005, nou het is langzaam doorgezet. Dat is trouwens ook een keer toegegeven. Okay. Door minister Van Doorn heeft daar eens een keer een verklaring over gegeven. Die heeft gezegd dat een aantal hetscampagnes die Israël uitsluitend een binnenlands doel hadden. Met name dus om verslechteringen buiten het beeld te brengen. When it comes my time. Dus er kan soms kunnen mensen opeens op het idee komen, ja, ik moet persoonlijk er ook wat aan doen. Dat is dus wat ik graag aan iedereen zou willen zeggen. Jongens, jullie zijn mede verantwoordelijk, dus doe wat. De acties, de bewegingen van de mensen zullen uiteindelijk toch de doorslag geven in veranderingen ten gunste. Daar ben ik van overtuigd.